Dit is Unity. Gesprek met de burgemeester. Chris de Waard. Welkom bij ons gesprek met de burgemeester. Vandaag met die van Voorschoten. Welkom Nadine Steemerdink. Dankjewel. Bijna 3 jaar burgemeester alweer, hè? Klopt. Vrijdag 17 mei is het 3 jaar geleden. Ja. Is dat omgevlogen? Het is omgevlogen en intens dankbaar dat ik dit ambt heb mogen vervullen. En heb mogen vervullen, ja. De afgelopen drie jaar. Gaat u het nog een beetje vieren? Ja, dat gaan we doen in besloten kring thuis. Ja. Maar we gaan er zeker even een glaasje op drinken. Ja, even bij stilstaan. Even bij stilstaan, ja. We gaan het vandaag hebben over een aantal dingen. Het eerste is, jullie krijgen een nieuw park. Althans, het park is er al, maar het krijgt een naam. Klopt, ja. Vertel eens. Ja, het park is er al. Nou, sinds ongeveer 3/4 jaar mogen inwoners meedenken over de straatnamen. Juist om de identiteit van Voorschoten meer terug te laten komen in de straatnamen. Mm-hmm. En een van de beslissingen is inderdaad het Max van der Stoelpark geweest. Dat is aangedragen door een inwoner. En een week of 2 geleden heeft het college daar een klap op gegeven. Dus een bestaand park heet sinds kort het Max van der Stoelpark. En waarom? Max van der Stoel is geboren en getogen in Voorschoten. Diplomaat, oud-minister. Nou, iedereen kent hem denk ik wel. En het is heel mooi om ook dat stukje van Voorschoten terug te laten komen. Evenals ook uiteraard de familie Griffioen, die ook natuurlijk een laan krijgt. Ja. Dus het is hartstikke mooi om te zien. Kijk, komen er een beetje aanvragen binnen uit het dorp van mensen die zeggen van nou, ik heb nog wel een idee voor een straat of een... Ja, er komen veel aanvragen binnen. Dat is echt heel leuk. Want dan zie je dat mensen meedenken en ook hele goede ideeën hebben. Want ja, ik weet niet alles van de geschiedenis van Voorschoten. Ik kan me nog zo inlezen, maar ik ben er natuurlijk niet geboren en getogen. Nee. Dus dan is het gewoon heel fijn dat inwoners meedenken en vervolgens ook ideeën aandragen. Dus bij elk bouwplan gaan we nu kijken naar hoe kunnen we de identiteit van Voorschoten laten terugkomen en de geschiedenis waar dat plan zich ontwikkelt. En daar gaan we vanaf nu af aan elke keer een mooie balans in proberen te vinden. Ik zag laatst dat er ook 3 namen waren gekozen voor het landgoed bij het klooster. Bij ja, dat klopt inderdaad. Hebben de nonnen die aangedragen? Ja, zeker. Ja? De zusters hebben daar volop meegedacht. Inderdaad, ook zo'n heel mooi voorbeeld. Ook daarvan geldt, dat hele gebied kent zo'n mooie en rijke geschiedenis. Dat wil je niet vergeten, ook niet over 100 jaar. Ja. En dat is het onwijs mooi om te zien dan dat de zusters volop hebben meegedacht en de namen hebben aangedragen. Niet alles mag en kan, hè? Qua naam. Nee, dat klopt. Ze mogen natuurlijk geen namen kiezen die waarvan mensen langer of korter dan 10 jaar zijn maar overleden. Met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis uiteraard. Want die doen nooit wat verkeerd natuurlijk. Daar heeft het mee te maken, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat je ook echt wel kijkt van hoe is iemands achtergrond geweest. We hebben natuurlijk ook geschrapt dat burgemeesters ook geen straatnaam meer automatisch krijgen. Ja. Pauline, dus het kan nog wel, maar niet meer automatisch. Het kan nog wel. 10 jaar na iemands overlijden kan natuurlijk iedereen daarvoor een voorstel indienen. Ja. En Pauline Bouffy was de eerste die heeft gezegd van ik sta graag mijn laan af voor de vernoeming naar de familie Griffioen. Ja. Dus dat is hartstikke mooi dat zij dat heeft gedaan. Nog even terug naar dat park. Wanneer wordt dat officieel hernoemd? Het bordje staat er al, begreep ik. Kijk aan. Dus het is heel snel gegaan. Dus eigenlijk ging de officiële benoeming in op het moment dat het college het besluit heeft genomen, de laatste week van april. Was het eigenlijk een naamloos park hiervoor? Het was een naamloos park, ja. En we konden natuurlijk niet, want de aanvraag was voor de Max van der Stoel straat of laan. Ja. Maar dat kon niet, omdat zijn vader, Martinus van der Stoel, al een laan heeft in Voorschoten. En dan lijken de straatnamen echt te veel op elkaar. Dat gaat onherroepelijk fout met de post. Ja. Dus daarom hebben we voor deze aanvraag, die we ook heel mooi vonden, hebben we gekozen voor een park. Iets anders wat eraan gaat komen is feest in het dorp. De korte baandraverij, onderdeel van de paardendagen. Ja. We staan 100 jaar. 100 jaar, ja, dat klopt. Ja, waanzinnig mooi. Dat is veel jonger dan de paardenmarkt natuurlijk. Ja, die is echt wel eeuwen oud. Ja. Eeuwen oud inderdaad. En de korte baandraverij bestaat dit jaar 100 jaar.
En dat gaan we ook vieren met elkaar in het dorp, want het is wel heel erg bijzonder. Dus Chris, kom ook vooral even langs op 27 juli. Van harte welkom. 27 juli. Ja, klopt. Het laatste weekend van juli. Ja. Op die zaterdag vindt 's ochtends de paardenmarkt plaats. Nou, vanaf een uur of zes is iedereen welkom. Ja. En dan in de middag de korte baan draverij. Dus gewoon één groot feest weer in Voorschoten. Bent u er zelf ook bij? Zeker ben ik erbij. Ja, ja, niet om 6 uur, iets later. Maar ik ben er zeker bij. En dat is waanzinnig mooi om te zien hoe het leeft. Een ander evenement dat er ook aan gaat komen is eigenlijk een beetje een Leidsfeestje. 450 jaar Leiden is ontzet, maar juist vanwege dat bijzondere jaar wordt de regio betrokken. Gaan jullie ook meedoen? Ja, zeker gaan we meedoen. We hebben mooie initiatieven. Er is een groep inwoners ongelooflijk actief om daar invulling aan te gaan geven. Onder andere komt er een musical. Ja. Ook daarvoor worden velen uitgenodigd. Dat komt dan in de tweede week van oktober wordt die opgevoerd. Dus na 3 oktober. Maar er komt ook een tentoonstelling in een museum Voorschoten. Die gaan we openen half juli. Ga ik samen met de waarnemend burgemeester van Leiden gaan we die met z'n tweeën openen in Voorschoten. En dat zijn dan hartstikke een beetje de Voorschotense tintjes. De Voorschotense tintjes aan Leidens ontzet. Want ja, het is ook wel helder dat natuurlijk alles is plat gebrand in Voorschoten. Ja. Zodat ze geen voedsel meer konden vinden en niet meer konden doorstoten naar zeg maar, Leiden. Hè. Dus Voorschoten kent zijn eigen geschiedenis daarin. En die gaan we daar zeg maar, terugzien. En in die week van Leidens ontzet zelf, eigenlijk min of meer half september al. Want dan gaan we al beginnen met de activiteiten. Er worden ook lezingen gehouden. Wat ik zeg, de tentoonstelling is er dan. Tweede week van oktober is er zeg maar, een musical. Ja. En tijdens het weekend van Voorschoten is er uiteraard ook Hutspot met Haring. Nou, dat belooft te krijgen. Dus het belooft een mooi feest te worden. Met een Leidstintje in Voorschoten. Ja, zeker. Maar we zijn wel één regio. Ja. En het is mooi dat we dit samen oppakken hè, met Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude ook. En iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Ik wens u veel plezier de komende periode. Vrijdag natuurlijk in het bijzonder met dat kleine intieme feestje van 3 jaar burgemeesterschap. Komt goed. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan, dankjewel. Unity.